als je mensen hoort praten en hoort vertellen over hoe dat was, die mensen die het overleefd hebben, dat is echt, dat maakt een hele diepe indruk. Die atoombom, dat is wel wat geweest. Maar, nogmaals, betekende wel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Groep 8 van basisschool De Dijk in Den Helder kreeg vrijdagochtend les van gastdocent André Schram. André vertelde het verhaal van zijn vader Johan en collega Henk, die beide krijgsgevangenen waren in Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ging over twee jonge marinemannen die in de Tweede Wereldoorlog in een krijgsgevangenenkamp in Japan terechtkwamen. En daar de atoombom hebben meegemaakt en dat overleefd hebben en weer veilig zijn thuisgekomen. Ja. En hun belevenissen en hoe we dat herdenken, dat dit soort mensen dit allemaal voor ons gedaan hebben, voor onze vrijheid gedaan hebben, dat staat eigenlijk centraal in de les. Henk Klein, nu 97 jaar, was zelf ook aanwezig in de les en dat maakte veel indruk. En Henk leeft nog. Is een van de weinigen. Een van de weinigen. Ja, daar zit hij. Dat is Henk. Ja. Hoe vonden jullie het om te horen? Ik vond het wel interessant. Want ook die man van 97, ja, ik wist ook niet dat hij gewoon hier woonde. Dus ja, ik dacht gewoon dat het ook gewoon een man was. Maar ja, ik vond het wel echt heel interessant wat hij allemaal zei. Nou, ik vond het wel interessant natuurlijk, je leert er wel heel veel van. Want nu bijvoorbeeld ook met Oekraïne, dat ze ook niet de mensen moeten vechten voor hun vrijheid dus. Heel interessant, maar ik ben zelf ook wel, ja, ik had er wel veel van gehoord, want ik vind dat best wel interessant, dat atoombom, dat bom. Dus ja, ik wist al lang al wat een beetje hoe dat bom ging, dus ik wist wel een beetje wat er in Hiroshima en Sakaga een beetje gebeurde. Nou, ik vind het wel interessant om het over de oorlog te hebben, omdat ik kijk er ook wel veel films over en ik lees er ook wel boeken over. En ik vind het altijd wel interessant om te weten wat er dan is gebeurd, zeg maar. Hoe vindt u het om iedere keer weer het verhaal te vertellen? Ik vind het fantastisch om te doen. Ik denk dat het zo belangrijk is om te doen, om kinderen duidelijk te maken dat er geknokt is voor de vrijheid die we nu hebben. En daar mogen we best over nadenken. Dat mogen we best aan de kinderen vertellen. En ik doe dat met het grootst mogelijke plezier. Juist omdat het ook kinderen zijn. Die stellen elke keer weer nieuwe vragen, andere vragen. En het is gewoon zo dankbaar werk. Ik doe het heel erg graag. Dus die boot staat vol. Er waren er ongeveer 1000 krijgsgevangenen. En die zaten aan boord van deze boot. En die zaten eigenlijk voor een heel groot gedeelte in de ruim van die boot.